Hoe smaakte de haring? Nou, die haring is gewoon geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou gelukkig enorm van de haring. Hans heet zwaar als burgemeester van Leiden. Maar deze is echt heel erg lekker. En wat ik zei, dat meende ik ook, dat als je dat op de nuchtere maag doet, en ik heb nog niet gegeten vanochtend, dan is die nog lekkerder. We zijn op 3 oktober nu. Hoe is het feest op 2 oktober verlopen? Eigenlijk best goed. We hebben niet veel signalen gekregen dat er afgelopen nacht ernstige dingen zijn gebeurd. Maar we hebben er nog niet helemaal op een rijtje staan. Dat krijgen we pas na 3 oktober helemaal compleet. Maar de eerste signalen zijn dat het goed gegaan is vannacht. Al hebben er wel een paar mensen geprobeerd de hekken over te klimmen richting de feesten waar het eigenlijk vol was. Nou, dat is allemaal wel mislukt, maar het zijn geen leuke dingen. En dan moet je wel eventjes bij stilstaan hoe je dat volgend jaar nog beter kunt regelen. Want wat was er dit jaar anders dan vorig jaar, ook naar aanleiding van het veiligheidsrapport? Nou, we hebben de feestlocaties achter het stadhuis hebben wij met elkaar verbonden. Dat is één grote feestlocatie van geworden met één veiligheidsplan. Met ook één situatie die helemaal afgehackt is. En we hebben crowdcontrolborden zodanig ingericht dat nog duidelijker is welke locatie nou helemaal vol is en waar nog ruimte is. Zodat mensen makkelijker in de richting gestuurd kunnen worden waar nog iets ruimte is om naartoe te gaan. En ik denk dat het goed gewerkt heeft. En betekent het ook dat er minder mensen tegelijk op het terrein kunnen zijn? Ja, dat kan niet. Op een gegeven moment boven een aantal wordt het afgesloten. En dan kan er niemand meer in? Dan kun je er niemand meer in. En gaat er vandaag nog iets veranderen ten opzichte van gisteren? Nee, hetzelfde concept blijft. En hoe gaat het met de ecoglazen? Ja, die heb ik nog niet geteld vannacht. Maar ik hoop dat dat goed gegaan is.